Hallo lieve kinderen, hier ben ik, Interview Piet. Zaterdag is het zover. Wij komen samen met Sinterklaas naar Erp toe. Wij hebben er heel veel zin in om jullie te zien. En daarom laten we in dit filmpje uitgebreid de route zien. Zo weten we zeker dat we elkaar ontmoeten. Leuk hè? Laat je het aan je papa en mama zien, dan kunnen jullie samen een plekje uitzoeken. Oh ja, natuurlijk houden we ons aan de maatregelen van de corona. Blijf netjes aan de kant van de weg staan, dan komen wij bij jou langs, zodat we alle kindjes hallo kunnen zeggen. Oké? Hierbij zien jullie de route die wij gaan lopen door Erp. We beginnen bij Bambino, de kinderopvang. Hey, ik zie dat daar al mooie tekeningen achter de muur zijn van Piet en van Sinterklaas. Mooi gedaan hoor. Blijf allemaal netjes langs de weg staan. Wij zorgen ervoor dat we bij iedereen langskomen. Dit in verband met de corona. Dit jaar komen we de pepernoten bij jullie in je handjes geven. We zullen er dus niet mee strooien. Dit doen we in verband met de maatregelen van de corona. Vanuit Bambino lopen we naar de Piet Bartjesstraat. Kijk, daar zie je het bordje van de weg. Wie zal daar staan? Ik ben benieuwd. Nu zijn we bij de Achterbolst. Maar hé, we kunnen er helemaal niet door, zie ik. Ze zijn aan de weg aan het werk. Nou, misschien dat we dan daar naar links kunnen gaan met z'n allen. Ja, dat doen we. Dan gaan we naar de Ankie van Gunsventstraat. Ja, dan kunnen we toch met z'n allen door Erp heen lopen. Kijk, deze straat lopen we dan in, naar links. Ik ben benieuwd wie er allemaal langs de weg zal staan. Ik heb er zoveel zin in. We lopen helemaal naar het einde van de straat. Met z'n allen. En aan het einde van de straat gaan we naar de Horstakker. Kijk, hier zie je de Horstakker. Ook daar gaan we lopen. Ik hoop wel dat het wat beter weer is zaterdag hoor. En dan zijn we weer bij Bambino. Maar dan bij de parkeerplaats. Daar lopen we ook langs af, zodat we verder met onze route kunnen door Erp heen. Kijk eens, wie staan daar achter het raam? Zwarte Piet zie ik, en het paard, en het speelgoed. Nou, dat ziet er gezellig uit hier in Erp hoor. Oh, en ook Sinterklaas is getekend. Mooi gedaan allemaal. Nou, we gaan verder met onze route. En dan gaan we naar de Kerisakkerstraat. Wie komen daar staan? Vanuit deze straat gaan we naar de Christinastraat. Zo zorgen we voor een leuke route door het dorp. Kijk, de Juliana Singel. Ook daar gaan we langs. Met z'n allen. Kijk maar eens goed rond. Herken je de straat? Vanuit hier gaan we naar de Hesselereind. Kijk eens hier, op de Schilstraat nummer 5. Daar wonen Evie en Sam van Antwerpen. Ze hebben een Piet op de ladder opgehangen. Mooi hè? Is iedereen zo lief geweest hier in Erp? Zelfs heel lief zie ik staan. Hier gaan we door naar de Pendels. En dan komen we bij de Bernhardstraat aan. Ook hier hopen we heel veel kindjes te zien. Zie je het? We gaan daar rechtsaf. Wie komen daar staan?
We lopen helemaal naar het einde en dan gaan we naar rechts, naar de Juliana Singel. Ik heb gehoord dat daar ook heel veel kindjes wonen. Gezellig! Naar de Beatrixstraat. En zo komen we weer op de Kerenzakkenstraat. We hebben dan al een heel stuk gewandeld en hopelijk heel veel kinderen gezien. En dan eindigen we onze route weer bij Bambino. Dat is ons eindpunt. Nou, lieve kinderen, ik hoop dat we elkaar allemaal gaan zien zaterdag. Dan kan ik jullie allemaal ontmoeten. En misschien nemen jullie wel mooie tekeningen voor ons mee. Of voor Sinterklaas, die vindt dat ook zo leuk. En natuurlijk krijgen jullie ook wat lekkers van ons. We komen het naar jullie brengen. Weet je nog? Nou, lieve allemaal, lekker slapen en dan zien we elkaar snel. Dag!